Carmen. Je te demande si je ne rêve pas, tout ça est bien trop beau pour moi. Zaterdag 6 februari ben ik jarig. Ik trak 40 graag aan mijn buren. Ik eet geen varkensvlees. Laten we 500 gram kippenbout en stukken marineren. Doe 2 eetlepels oestersaus in de pan. Voor 4 pintjes knoflook geblenderd. Weer 1 lepel zoute ketchupsaus. Anderhalve theelepel verse gember geblenderd. Strooi 1 bouillonblokje. Een derde theelepel Ajinomoto. Marineer de kippenbout in stukken. Bedek en zet 12 uur in de koelkast. We gaan nu 200 gram varkensfrikandel marineren. Doe 4 eetlepels zoute ketchupsaus in een andere kom. Anderhalve theelepel verse gember geblenderd. Strooi 1 bouillonblokje. Een derde theelepel Ajinomoto. Halve eetlepel suiker. Voeg 1 eetlepel cognac. Marineer de varkensfrikandel. Bedek en zet 12 uur in de koelkast.
die de kip zonder marinade in de oven bakt schaal. Strooi 3 eetlepels olijfolie over de kip. Oven voorverwarmen op 150 graden. Rooster de kip 20 minuten op 180 graden. Zet oven nu op 100 graden. De kipstukjes omdraaien, 30 minuten extra in de oven. Dit is helemaal een super lekkere geroosterde kip. Kook 2 liter water, voeg 1 eetlepel olijfolie. Voeg 1/2 theelepel mineraalzout. Wanneer het water kookt, voeg 500 gram spaghetti. Kook 10 minuten, uitlekken, onder koud water afspoelen, weer uitlekken. Snijd de vlakke frikando in reepjes van 1,5 centimeter. Snijd de fashionkip. En 120 gram fashion varken in schijne plakjes. Snijd 2 shallotten in halve ringetjes. Verhit 5 eetlepels wat olie, bak de vlakke frikandel bruin. Voeg 1/2 theelepel Chinese 5 kruiden. Bak haar in ongeveer 10 minuten. Voeg de fashion kip en fashion varkenworstjes. Bak 3 tot 4 minuten. Voeg de gesneden shallotten. Voeg een bosje kruissooi in reepjes gesneden en gewassen.
meng de spaghetti er doorheen. Strooi wat oestersaus over het droge spaghetti. Een kwart rode peper zonder pitjes. Zout naar smaak. En als laatste, 3 eetlepels zout en ketchup. Je kunt ook touwtje toevoegen. Niks alles. Hoe noemen de Engelsen een vibrator? Er zijn 12 moslim-seriemoordenaars naast elkaar, helemaal in het zwart gekleed. Wat is een banner met zaagsel op zijn hoofd? Waarom kunnen negers zo hard rennen? Kijk uit voor die paradijsje!